Welkom Jos. Dag Merwin. We hebben gisteren de cijfers van Shell zien binnenkomen. Wat is jouw eerste reactie daarop? Ja, echt schrikken, zo goed als ze waren. Dat had ik echt helemaal niet verwacht dat het zoveel beter was. Het was een flink beter resultaat dan we rekening mee hadden gehouden. Dat kwam voornamelijk downstream. Als je kijkt upstream, je zou eerder verwachten met zo'n enorme sterke olieprijs dat de meevaller vooral in upstream zit. Maar die waren eigenlijk wat zwak, die resultaten bij upstream. Dat heeft voor een deel te maken met de gasprijs en de ontwikkeling van de vraag naar gas. Als je naar de productie kijkt, dan is gas in het eerste kwartaal al meer dan de helft van de productie van Shell. En daar zit vooral een weerseffect in. Vorig jaar winter al een hele strenge winter in het eerste kwartaal. En dat hadden we nu helemaal niet. Dus dat zat erin. Maar verder hebben ze natuurlijk ook een aantal olievelden verkocht. En daardoor was de productie wat lager. Dus ja, daar zat een beetje een zwakte in de upstream. Maar de grote meevaller die zat dus voornamelijk downstream. En wat daar heel erg opviel was dat bij raffinage, waar nog steeds een hele moeilijke markt is, zeker met deze hoge olieprijzen, maar ook nog een forse overcapaciteit, dat ze daar uit de verliezen zijn gekomen. Ze zitten daar rond de nullijn en dat is gewoon hartstikke mooi. Oké, en als we nu even verder kijken, inderdaad de ontwikkeling van de olie- en de gasprijs, hoe voorzie jij die voor de komende maanden? Ja, de komende maanden blijven we nog echt wel op een hoog niveau zitten. Wij gaan er toch echt wel vanuit dat later in het jaar die olieprijzen toch wel wat gaan dalen. Ver onder de 100 zie ik het voorlopig niet komen. Maar ja, kijk, er zit een soort self-fulfilling prophecy in die olieprijzen. Als ze heel erg hoog worden, dan gaat vanzelf de vraag naar olie wat afnemen. En ja, dat leidt dus tot lagere prijzen. En verder wordt er nu op het ogenblik ook flink geïnvesteerd in nieuwe velden. Dus op termijn zal het aanbod ook weer wat toegenemen. Er zit vooral een heel groot deel speculatie in. Het is onrust over de politieke instabiliteit in het Midden-Oosten. Maar wij verwachten echt wel dat tegen het eind van het jaar die olieprijs weer wat naar beneden is gekomen. Oké, wat je net al aanraakte, wordt fors geïnvesteerd in nieuwe projecten. Wat kunnen we daarvan verwachten van die nieuwe projecten en welke projecten zijn dit? Hij is heel belangrijk voor Shell. Ik zal het belangrijkste project eruit pikken. Dat is vooral Qatar. Een heel groot gasproject waar gas omgezet wordt in brandstoffen. Benzine is ook onder andere. En dat gaat in de tweede helft van het jaar enorm bijdragen aan de kaststroom. We zien de kaststroom van Shell nu in het eerste kwartaal al fors aantrekken. Ook de investeringen lopen wat terug. Dus uiteindelijk, later in het jaar, die vrije kaststroom, die wordt hartstikke gestimuleerd door dus die bijdrage uit die nieuwe gasvelden. En vooral ook Qatar. Als alles goed zit, gaat het in het derde kwartaal onstream. En dan zullen we daar echt de vruchten van plukken. En we hebben er nu al een klein beetje van gezien. Maar Shell is echt op weg om de komende jaren een forse groei van de kaststroom te realiseren. En ze hebben gezegd, bij 50 tot 80 dollar, een beetje afhankelijk van de olieprijs, kan die de vrije kaststroom wel met 50 tot 80% stijgen. Oké, en die vrije kaststroom, hoe gaan ze die aanwenden? Zit daar nog iets voor de aandeelhouder in? Ja, dat is natuurlijk wel. Dividend is natuurlijk een hele tijd stabiel gebleven. En daar zit toch wel een verhoging in op termijn. Daar kunnen we wel van uitgaan. Als je nu kijkt naar het dividendrendement van al bijna 5%, dan is het al behoorlijk aantrekkelijk, Shell. En als je kijkt ook op het langere termijn, dat de productie, zeker door die bijdrage van die nieuwe gasvelden, nog behoorlijk kan groeien, dan vinden wij het een aantrekkelijk aandeel. En dat betekent wat voor een advies voor jullie? We hebben een koopadvies op Shell met een koersdoel van 30 euro. Oké, nou, dat lijkt mij een positief verhaal. Wil ik jou graag danken voor deze update. Tot je dienst.